Waar we terugkomen op gisteren, anders mag. Ik trof me heel erg wat je zei over de bondscoach van Nederland die het had over gelul dat je moet bezig zijn met je tegenstander. Je mag hem niet te hoog inschatten, maar ook niet te laag. We moeten alert blijven. En toen dacht ik van, dat is nou precies wat je dus niet moet doen. Van tevoren al een plan hebben, want dan ben je zeg maar je mindful, ben je mindfulness. Terwijl als je, wat jij zei van, geef gewoon gas, geef wat je hebt. Ja, maar dat is ook een plan, hè? Dus ja, het was geen betoog tegen een plan. Maar zo de mentaliteit van we moeten de ander niet onderschatten, bladibla, weet je wel, van je moet ze gewoon afmaken. Ja, nee, maar dat dus niet spelen om, vanuit de vrees om te verliezen, maar gewoon gaan. Klopt. En dan komt er van wat er van komt. Klopt. Dus je hoeft jezelf niet groter te maken dan dat je bent, je hoeft jezelf ook niet kleiner te maken, waar ik bij spreken eerder last van zou hebben. Toen dacht ik, maar even los van die voetbal, dat is even niet zo van belang, maar opeens realiseerde ik me van, je hebt het vaak over die pil, je hebt hem of je hebt hem niet. Toen dacht ik, ja, maar wacht eens even. Oh, het ligt natuurlijk voor mij, hè, genuanceerde. Van, als ik dat loslaat, dan kan ik gewoon gas geven wat erin zit. En daar gaat het bij mij om. Ja. Dus ik voelde een soort bevrijding, toen je dat zei over voetbal. Het is een soort bevrijding voor mij. Van, yes, dat zit erachter. Want je kan het wel eens hebben over een stofje, dat je ook onder het gevoel kleedt, die moet je schoonmaken. Maar dit was net zo'n stofje van, verdomme. Hé, wacht eens even. Als je het stofje weghaalt, dan geeft het een stukje bevrijding. Sure. En dat vond ik mooi van je opmerking. Dus, ja, cool. Ja. Maar klopt het een beetje of is het een stap? Nou, het leuke is, van, ik zeg soms dingen en ik kan natuurlijk van tevoren nooit weten hoe het landt bij iemand of wat iets doet. Ja. Dus als het bij jou helpt om iets aan de kant te vegen, ja, ja, dan is het prima. Ja, opzouten met die pillen, gewoon gebruiken wat er is. Ja. Voor mij. En dan dus niet inderdaad op een soort halfhartige of halfzachte manier, maar gewoon, oh, het is aan, weet je wel, ja, boom. En dan kijken wat er gebeuren wil. Ja. Nee, dus ja, dank u. Het reet is van het niet te gaan staan. Ja, daarom zit ik altijd hier, ik durf dat niet. En wat, ja, vrijdag was ik eigenlijk best wel zenuwachtig over. Maar goed, dat mag er ook zijn. Ja. Vanmorgen, toen zat ik echt heel lang in stilte op bed. En toen besefte ik me, en ik keek ook zo naar mijn lichaam, van ja, dat kan nooit voor mij zijn. En, want dat, ja, er is geen mij. Ik heb het zelf verzonnen. Dat drong diep tot me door. En dan kun je zo zeggen van dat bewustzijn, dat is het ik ben, waarin alles plaatsvindt, waarin alles gebeurt. Dus eigenlijk, ja, het alles heel ruim. Yes. En nu voelt het heel anders. Maar het was. En ik had daarvoor was ik ook al bezig daarmee met had ik een vraag. En die, ik realiseerde me later van die vraag te sluiten eigenlijk heel mooi op aan. Toen dacht ik van ja, waarom moet ik hier gewoon gaan staan? Hoe eng ik het ook vind. En ik weet dat ik niet de enige ben, gelukkig. Nee. Maar die vraag, dat is ja zonder de zintuigen bij bewusteloosheid en zo. Dus als er geen dan is er geen bewustzijn zonder zintuigen. En geen lichaam, geen bewustzijn. Maar hoe zit het dan bij de mensen die een bijna doodervaring hebben gehad? Die kunnen alles
exact navertellen. Nou ja, dat is heel simpel. Ik zeg altijd, bijna dood is niet dood, dus dat telt niet. Ja, maar het is niet uitgeschakeld. Nou, blijkbaar niet, want er wordt van alles ervaren. Dus er wordt nog steeds van alles opgepikt en het brein is een beetje aan het trippen. Dus je moet ook niet vergeten, dat normaal hebben we het over zintuigen en dan bedoelen we de uiterlijke zintuigen. Maar als je van binnen aan het voelen bent, zou je dat een innerlijke tastzin kunnen noemen. Dus je hebt ook nog innerlijke zintuigen of innerlijke beleving. Je kunt ook in een sensory deprivation tank gaan liggen, waarin je dus alle uiterlijke prikkels worden geneutraliseerd. Nou, dan gaat het brein van alles creëren. Dus dat kun je wel uitschakelen, maar daarmee ben je nog niet weg. Iets anders is in de diepe droomloze slaap of onder narcose of in diepe samadhi, dan verdwijnt gewoon de hele body sense en dus ook de wereld. Ja, dan is er eigenlijk gewoon geen lichaam, geen wereld. Ja, nou vooral geen I am en daarmee vervalt al het andere. Die I am die gaat gewoon uit. Ja. En dus valt er niks te ervaren, maar dan ook helemaal niks. Dus niet, zelfs geen trippende brein, er is gewoon niets. Je hebt ook je intuïtie en je voelt yes, en precies, aan. Exact. En die kun je niet zo goed aanwijzen als een hand waarmee je iets kan aanraken, maar het functioneert wel degelijk. Ja. Nou, in bepaalde toestanden zijn die intuïtieve systemen en een aantal brain modules, hersenmodules, nog gewoon actief. En dan is er nog iets van een beleving. Nou, als die I am eruit gaat, dan kan dat brein nog wel actief zijn, maar er is niemand meer die iets ervaart. Dus het zijn alleen de subroutines die nog lopen, zodat je bloed niet stopt met rondpompen. Maar voor de rest, everything is gone. Wat dus ook al aangeeft op een ander level, dat die I am-beleving een beleving is. Ja. Dus vanuit de ene kant gezien, vanuit de persoonskant gezien, is dat de route naar bevrijding en geeft het dus inderdaad die enorm verruimde zijnservaring, om het maar even zo te zeggen. Vanuit de andere kant gezien, vanuit het absolute bezin, is het iets wat komt en gaat. Maar zolang wij leven, zal ik maar zeggen, zolang dat die body-mind functioneert, is die I am eigenlijk het enige waar je op vertrouwen kan. Al het andere is obviously veranderlijk en wisselvallig en dus zou je kunnen zeggen onbetrouwbaar. Het enige wat je hele leven begeleidt is die I am. Ja. En pas als die letterlijk uitdooft dus, en niet meer terugkeert, dan, goed, dan heet je een lijk. Goed. Ja, YouTube. En je merkt al dat het nu al minder zenuwachtig is. Ja. Dus gewoon, als je daar nog drie keer staat, dan valt dat ook wel weer mee. Voor mij is het heel hardnekkig, want ik heb al twee keer op de middag hier ook staan. En het is bij mij vrij hardnekkig, maar ja, dat. Nou, kijk, drie keer is nog niet voldoende om te zeggen dat iets hardnekkig is. Ja. Als het na 83 keer nog hetzelfde is, dan gaan we zeggen dat is toch wel hardnekkig. En dan nog gewoon doen. Ja, precies. Fuck it. Daarom dacht ik van, al val ik hier neer, ik ga het ook doen. Ja, precies. Good for you. En dan hou je eigenlijk nog, dus. Misschien is dat de 84ste keer. En laat hopen dat het nog meer komen. Er zijn dingen die zo omhoog komen. En
ervaar zelf dat het belangrijk is om dat dus te laten zakken. En pas als het gezakt is, dan krijgt het veel meer gestalte, laat zo even zeggen. Enkele dingen die dan omhoog komen, bijvoorbeeld alles is verandering. Is in beweging, is dus groei. En verval. En? Verval. Ja, want, ja ook, maar wanneer vervalt het pas? Wanneer het dus zijn groeipotentie en zijn mogelijkheden volledig ingezien heeft, zou je kunnen zeggen, of ermee gehanteerd heeft. Ja? Je ziet dus ook in de natuur dat er bijna altijd obstakels zijn. En die vraag kwam omhoog, hoe ga je nou met die obstakels mee in die groei en beweging? Want die obstakels zijn van de ene kant ook hoe moet ik het zeggen, goed zeggen, doordat er obstakels er zijn, is er de mogelijkheid om inzicht te krijgen en om verder te groeien. En hoe ga je dus wel eens om met die obstakels, waar we dus eigenlijk heel dit weekend eigenlijk over hebben. En dat inzicht, wat dus obstakels geven, dat is dus heel belangrijk om dus verder te kunnen groeien, zoals ik net zei. Maar je zou dus ook kunnen zeggen dat zo'n obstakel ook een uitdrukking is van het andere. Zodat dus de obstakels en de groei één zijn. Dus dan is er alleen maar eigenlijk over het zijn, de leegte die dus eigenlijk geen, hoe noem je dat zeggen, geen sporen nalaat. En durven we te leven zonder die sporen na te laten. Maar eigenlijk gebeurt dat ook vanzelf, want als je dat andere volledig bent, in zowel het ene als het andere, in de voorkant als de andere kant, vallen de verschillen eigenlijk weg. Want er is geen verschil, het is alleen maar vanuit dat ene. Ja, dan wel. En? Dan wel, maar dan worden de dingen ook niet echt als obstakel ervaren. Nee, want dan is het vrij van het pakken, laat zo even zeggen, waar we het dus over hebben, want het is dus eigenlijk alleen maar die beweging en er pakt niks, er hoeft niks gepakt te worden. Ja, maar wat we hier dus tegenaan lopen is dat er, om het simpel te houden, twee dingen een beetje door elkaar lopen vanuit het ene. Hè, dus als de boel gerealiseerd is of als de boel ontwaakt is, ziet het er anders uit dan vanuit een andere kant. Nou, als we het hebben over groei, dan hebben we het over het organisme. Nou, zeker in een niet ontwaakte toestand wordt er anders met tegenslagen of obstakels omgegaan dan vanuit een ontwaakte toestand. Dus, en een ander ding is van, obstakels kunnen iemand helpen om te groeien, maar ze kunnen iemand ook knakken. En er zit geen bedoeling achter, maar er zit wel een kans in. Ja. He, dus ik heb wel eens vroeger die vergelijking gemaakt van als je bomen kweekt en die krijgen geen wind, dan bezwijken ze op een gegeven moment onder hun eigen gewicht, want ze worden niet sterk. Dus ze hebben dat duwen nodig om die vezels krachtig en flexibel te krijgen. Geldt voor mensen ook. Maar te veel wind, dan breekt de boel. Dus voor een deel hebben we te maken, he, op het niveau van het organisme, van hoe zit zo'n persoon in elkaar, hoeveel wilskracht is er, hoeveel veerkracht is er en al dat soort dingen. Aan de andere kant is er de setting waarin iemand functioneert
Is er te veel tegenkracht, dan kan die potentialiteit niet groeien. Dan gaat het ten onder. Of het wordt maar een half ding. Is er te weinig tegenwicht, zou je kunnen zeggen, dan wordt het een slappe hap en iemand die de neiging krijgt dat alles maar aangedragen moet worden. Nou, dat is ook niet goed. Dus er zijn heel veel omstandigheden denkbaar waarop het niet goed gaat. Nee, maar die omstandigheden hebben we de zuidelijke ook niet in de hand. We hebben strikt genomen niks in de hand, want of ik veerkrachtig ben of levenslustig of niet, dat heb ik niet gemaakt. Nee. Maar we kunnen er wel naar kijken van, oké, er zijn, laten we zeggen, simpel houden twee mensen en die krijgen een flinke dreun. En ja, de veerkrachtige die staat sneller op dan degene die dat niet heeft. Strikt genomen is dat niemands schuld. Want het is net als met planten, sommige die zijn gewoon weerbaarder tegen ziektes of onweer dan anderen. Ja, maar het heeft dan ook in die situatie die ze net beschrijft, ook te maken met het respect. Wat dus is voor de mens die dus geknakt is en voor de mens die dus het wat eerder opstaat. In deze... Dat is een voorkeurspositie. Je hebt er ook, die hebben daar juist geen respect voor. Nee, dat is dus zoals deze wereld functioneert. Eén heeft meer respect dan de ander. Ja, natuurlijk, maar dat is gewoon een soort opinie of een gevoelsvoorkeur. Ja. De ene loopt er liever langs en de andere die wil iedereen overeind helpen. Ik denk dat allebei niet handig zijn. Ja. Dus mijn neiging is altijd dat wat per se wil blijven liggen, laat ik lekker liggen. Ja, want het kan ook niet anders. Dus in de groentetuin niet anders. Bij sommige planten zie je van, nou, deze tomatenplant die gaat het gewoon niet redden. Nou, dan ga ik niet eindeloos moeite doen om er toch nog één tomaat uit te krijgen. Ik ruk hem gewoon uit, weg, compost, nieuwe. Dat kan ook, zo kun je ook met mensen omgaan. Ik zeg niet dat dat moet, maar het is een optie. Ik vind dus de natuur eigenlijk een heel mooi voorbeeld van hoe het zich laat zien eigenlijk. Maar tegelijkertijd is dus het nu, dus zoals het nu is, als je op dat moment dus die plant geen dingen, geen resultaat laat zien van een tomaat bijvoorbeeld, dan is het alleen maar dat het dus sterft en dat je het eruit trekt. Ja, precies. En daar hoeven we dus ook niet heel emotioneel bij te doen, maar bij een mens ligt dat dan net iets anders. Ja. Okay. Maar het gaat om het nu, hè? Het ging dus om hoe gaan we om met obstakels. Nou, dat hangt dus voor een deel af van punt 1, van wel of niet ontwaakt, om het simpel te maken. En punt 2, hoeveel veerkracht of wilskracht of hoeveel neiging tot leren zit er in iemand. Hè? Er is zo'n quote die ik wel eens vaker heb gebruikt van degene die wil leren, die kan je niet tegenhouden. Degene die niet wil leren, kan je niet helpen. En dat verdeelt de zee vrij duidelijk. Want je hebt sommige mensen die krijgen kansrijke uitdagingen, laten we het zo noemen, te over. Er gebeurt gewoon niks. Ze blijven gewoon herhalen wat ze al deden en hopen op een ander resultaat. Ja, oké. Dat is mooi, maar dat ziet er dan vrij snel hopeloos uit. Dat wordt niks. Dat is net eigenlijk als zo'n tomatenplant. Het was ooit een tomatenplant. Het had de potentie tot vrucht dragen. Maar it's not gonna happen. Mm-hmm. En bij een ander zie je van, oké, die krijgt net zoveel voor de kiezen. En het groeit en het groeit en het wordt slimmer en flexibeler en sterker. En dan denk je, ja, kijk, op dat is mooi. Op groei reageert het lichaam altijd, want de cellen veranderen dan ook. Uiteraard, het hele ding verandert. Ja. Je neural pathways veranderen. Ja. Dat wat alweer duidelijk maakt dat er geen vaststaand ik is. Ja. Want de boel kan dus zich ontwikkelen tot een vitaal iets of tot een hopeloze bende. Oké. Dank je. You're welcome. Er is een onderzoek gaande en in dit weekend eigenlijk in een soort versnelling. Het is eigenlijk gewoon die hele identiteit waar ik me helemaal zat van ben. Ja. Dat was echt een schok, zal ik je zeggen, uitkloppingen. Maar dat werk valt daar gewoon onder.
Dus dat is een uiting daarvan. Of daar manifesteert het zich in. Ja. Exact. Ja. Zelfs heel veel onrust sindsdien. Gisteravond ging ik wel eens wat dingen opschrijven. En ik dacht van ja, ik heb eigenlijk, met die dingen komen pas heel laat in me op. Net als bijvoorbeeld dat ik, waar heb ik nou mijn buik zo van voel? Dan is er al sinds september zeg maar last van het systeem. Vanochtend dacht ik, hé, maar hier zit een andere kant aan. Namelijk, waarom blijf ik heel lang zitten op plekken die me niet zinnen of die niet goed voor me zijn, die me ziek maken, bij me letterlijk. Dat is ook omdat ik dan gewoon kan afgeven op die werkplek en dat ik boos kan zijn of frustreerd en dat geeft een identiteit. Ja. Of en leg de verantwoording daar. Exact. En waarom zorg ik niet goed voor mezelf? Bijvoorbeeld, waarom neem ik niet iets in voor die stress? Dan kan ik ook gewoon slachtoffer zijn in van het overkomt me. Maar zo waren er een paar dingen, weet je, of vergoelijking of het, in feite versterkt het allemaal mijn identiteit. Yes. En dus daar was eigenlijk wel een soort, toen kwam een soort andere, hoe moet ik dat zeggen, hyper-arousal, een soort excitement over dat ontdekken. En toen dacht ik, ja, en er is nog een component, en dat is angst. Want als ik me dan ging voorstellen dat ik wel iets ga doen, of bijvoorbeeld dat ik spullen in huis niet op een hele andere plek opruimen, dan heel dat mijn hoofd stoot, en dat maar gewoon blijft onderhouden. En je denkt, daar kan je toch gewoon wat aan doen, maar dat komt gewoon niet in me op. Mm-hmm. Nu denk ik, dat komt niet in me op, maar hé, hey, wacht, die andere kant is ook actief. Het geeft me ook de goedkeuring of de begoelijking van in die identiteit blijven. Want je kan erover gaan zitten klagen. Ja, zeker. Of er kwaad op zijn. Ja, dan kan ik lekker kwaad blijven op de wereld die mij tegen zit. Ja, die is heel kwaad. Heel veel moeder. Ja. En ik wil me afvragen wat ik met die moeder moet. Right. Maar dat andere component, dat vind ik wel interessant om ook eens aan jou, weet je, sowieso even wilde ik ook aan jou vragen van, hey, zie ik het hele plaatje nu? Maar die component angst, dat is wel een grote in mijn leven. En natuurlijk kan je dat, voel ik ook daarin, dat is ook een identiteit, hè, de angst. Maar daar is ook iets anders aan de hand, waar dat gewoon snel aangaat in me. Probeer daar gewoon zo'n beetje dagelijks heel even contact mee te maken. Goed. En te kijken wat wil het. En het is eigenlijk gewoon bange angst. Dus het zit een soort van in een hoekje zo. En ik ga gewoon kijken, hè, ik stel me dat voor, kan ik contact met je maken en wat mag er. En ik vroeg me eigenlijk ook wel af, is dit, zie ik iets over het hoofd? Ongetwijfeld, dat doen we altijd. Maar we moeten uitgaan van wat we wel zien. Ja. En er zitten nu een aantal nieuwe componenten in. Voor jou, en ik denk dat het veel belangrijker is om daar iets mee te doen. Ja. Van basically, hoe hou ik die identiteit en dus ook die sfeer in stand? En waar zijn er allerlei dingetjes die ik gewoon even net anders kan zetten? En vervolgens kijken wat er gebeurt. En één opmerking van over dat wat zo zit, van als we een sfeer in stand houden waarbij de wereld zich als onveilig voordoet, krijgen we een soort identiteit die per definitie ervan uitgaat dat de wereld onveilig is. Ja. Als we dan niet tevoorschijn komen en niet her en der, laten we zeggen, het heft in handen nemen, dan kan ik daar lekker blijven zitten. Ik kan ook gewoon stappen zetten. Ja. Net als hier van, hè, wat meerdere hebben van, je kunt niet voor die microfoon gaan staan, je kunt ook wel doen. They're not gonna shoot you, weet je wel. Dus hoe kan ik, en met ieder klein stapje wat ik zet, weg van mijn voorkeursidentiteit, of ik had het vrijdag al over, we beschermen eigenlijk onze pijn, wat een heel raar verhaal begint te worden op een gegeven moment, weet je wel. Van ieder stapje wat ik daar vandaan doe, is gewoon winst. Ieder, alles wat ik daar aan morrel, is winst. Het moet gaandeweg ondergraven worden, die identiteit. Want je hebt hem niet nodig, je bent het niet en het helpt niet. Want ook al proberen we de hele tijd te handelen vanuit dat voorkomen van
He, omdat we bang zijn, willen we van alles voorkomen. En de andere kant is frustratie en woede. Het helpt niet, want ik blijf angstig en kwaad. Precies. Als het gewerkt had, had het zo langzamerhand gewerkt. Wat ik ook doe, ik blijf bang. Dus. Ja, dus daarna luisteren. Hè, dus contact mee maken, dat is prima. Maar daarna luisteren in de zin van dat de baas laten zijn, dat werkt dus niet. Nee. Want ik word er niet vrijer en happier van. Nee. Ik blijf bang en klein. Ja, nee, dat snap ik. Door deze inzichten, dat er echt wel stappen, dat ik gewoon stappen ga zetten. Ja. Want het is nu ook gezien, weet je. Ik ben niet gezien in welke mate, maar... Dus ik kan het niet meer... niet zien. Right. En over dat spijsverteringsgedoe, dus dat is hartstikke leuk om af en toe gewoon naar body language te kijken. Dus waar heb ik mijn buik van vol? De andere is van wat wil ik niet verteren? Ja. Want soms houden we ook aan iets vast waar we eigenlijk wel last van hebben, maar we willen het ook niet kwijt. Ja. En dat heeft dan waarschijnlijk een link met dat identiteit dingetje. Ja. Dus dan heb ik liever die steen in mijn maag zetten, omdat die is wel vervelend, maar het geeft ook een gevoel van vastigheid. Ja, adverteren, dat heb ik mezelf ook afgevraagd. Adverteer ik niet, dan komt dat werk steeds op. Maar denk je dat dat nog een... Je hebt al gezien van het gaat niet per se om dat werk. Nee. Want als wij, hè, dus die zogenaamde identiteit niet echt verandert, dan kunnen we natuurlijk een nieuwe baan gaan zoeken. Maar ik heb al 9 van de 10 keer gehoord, of 90 van de 100 keer, dat binnen 3 maanden is hetzelfde liedje aan de gang. Want het lijkt even allemaal nieuw, weet je wel. En dan zijn mensen erg enthousiast en dan vraag je het na 3 maanden of een half jaar. En dan beginnen dezelfde patronen zich te manifesteren. Wat niet wil zeggen, ik bedoel, dat moet iedereen zelf weten. Van als jij er genoeg van hebt daar, dan doe je wat anders. Dat is allemaal prima, maar het gaat erom van de innerlijke verandering. Vrijheid begint bij innerlijke vrijheid. Wat je bedoelt, er zit iets in de kern waarom dit soort dingen zo zijn. Ja. Ja, daar ga ik nog beter naar kijken. Dus ja. Want dat precies. Ja. Ja. Cool. Thanks. Heeft niks. Ik merk dat ik vasthoud aan controle. Aan wat? Aan controle, dat ik graag aan vasthoud. Liever dan inderdaad al daaronder zakken. Want ik voel wat wel al de mogelijkheid dan eigenlijk is. En wat ik jou mailde, kijk, dat ik jou hoger plaats en dat daar algemene mechanismes, menselijke mechanismen en mechanieken in zitten, dat geloof ik wel. Maar er zit altijd een persoonlijk smaakje ook aan. Waardoor ik in ieder geval daaraan vasthoud. Dus ik hecht nog ergens, voel ik. En dat, ik hang dus iets aan jou op. En ik kan nog niet helemaal dan precies inzien of detecteren of helder krijgen wat dat dan is. Maar ik zie dat ik datzelfde eigenlijk doe, bijvoorbeeld in mijn werk of naar vriendinnen of naar mijn moeder. Dus ik hang er iets aan op. En natuurlijk is dat ook weer een algemeen mechanisme dat ieder mens op zijn of haar manier wel doet. Maar bij mij heeft het dan... Het wordt interessant als ik ga kijken waarom ik dat dus doe. Ja, uiteraard. En ik weet dat daaronder dit ook weer niet echt is, maar als ik hierbij stilsta, dan is het gewoon de overtuiging van er is niks voor mij. Dat zit daaronder. En dat is dus de oude beleving. Mm-hmm. En daarom hangt dus bijvoorbeeld ook nog iets aan jou.
jou, ik neem je maar even dit als voorbeeld, het kan dus goed werk zijn, maakt niet uit. En vind ik het dus ook moeilijk om daar echt naar te kijken, want vanaf dat je er echt naar gaat kijken valt het weg. En dat vind ik nu nog, dat voelt nu nog pijnlijk. Het is wel goed om te bedenken dat als dat weg is gevallen, dat dat er dan anders uitziet dan dat je nu denkt. Ja. En dat zoals je dan geworden bent, vind je dat niet erg. Nee, dat weet ik. Ja. Maar nu kan dat voelen, omdat er ergens iets zit van ik heb het ook nodig, dat ik dan iets kwijtraak. Ja, dat is mijn beleving en die houdt dat nog wel in stand. Dus het is maar goed om hierbij stil te staan. Ja, yes, maar ook dus niet te negatief te duiden of er te rap van af te willen. Gewoon, oké, dit is een thematiek. Neem gewoon de gelegenheid en de tijd om dat te onderzoeken. En dat weet je al, want je bent niet achterlijk. Het heeft draadjes nou van alles en nog wat. Zoals als we een ding eruit halen, net waar Fijke het ook over heeft. Van, als we iets van uit die identiteit kunnen halen, dan gaat dat een effect krijgen wat we niet precies kunnen voorspellen. Maar een creatief effect in ieder geval op allerlei vlakken. Dus dat is alleen maar cool. En kunnen we dus beter daar de tijd voor nemen en dat proberen zorgvuldig te doen, dan haastig en vanuit iets negatiefs of zo. Ja, dat snap ik ook wel. En zo komt ook iedere keer omhoog. Want ook, kijk, mijn werk is de sterkste fixatie. En op het moment dat het lukt om daar iets onder te kijken, ja, is nog niet zo vaak als dat misschien zou willen, maar in ieder geval dan komt ook dit soort verdriet omhoog en dan moet er gewoon nog even uit. Nee, dat is oké. Dat is oké. Ik heb wel eens gezegd van, hè, we hebben straks veel het woord groei, maar groei hoort ook af en toe groeipijn. En dat geeft soms even tranen. Ja, dat is oké. Mm-hmm. Het heeft altijd, groei heeft namelijk ook altijd te maken met iets achterlaten. En inzicht heeft ook altijd te maken met verlies. We verliezen namelijk het voorgaande standpunt. Ja, of het voorgaande kader. Ja. Kijk, ik weet, ik heb inmiddels een aantal goede pijnen doorgemaakt. Ik weet dat het aan de andere kant van die pijn niet zo is. Als dat. Ja, maar iedere keer als we het weer meemaken, zijn we daar toch een beetje bevreesd voor. Nou ja, en vooral, kijk, als eenmaal bij de pijn komt, is het wel oké. Maar net daarvoor, ja, ja, dat bedoel ik. Ja. Daar zit je dan lekker in. En dan word je af en toe gek van. Net daarvoor, en dan lijkt het heel erg. Ja. Ja, en als het is net als met de tandarts, hè. Net daarvoor is vreselijk als die helemaal bezig is. Ja. Is er 5 minuten over. Ja, zoiets is dat, ja. Thanks. Ik wil het graag over jeugdtrauma en ontwikkelingstrauma hebben. Ach, vertel. Dat jij daar niet van bent. Ik werd altijd een beetje pissig als ze zeiden, ja, maar dat kleine meisje Hilkje, dat komt tekort. Het wordt tijd dat je dat gaat omarmen en dergelijke uitspraken. En nu ben ik de leeftijd die ik nu ben. En nou komt dat allemaal boven. Dus allerlei, zeg maar, jeugdtrauma's. Merk ik toch dat dat een werking heeft. Namelijk dat ik toch een beetje meer ga begrijpen waarom ik zo gek doe als ik doe. Mm-hmm. Nou, dat zou ik toch wel graag zeggen. Ja, hartstikke mooi. En zoals ik in Valse Noten ergens zei van trauma's bagatelliseren is net zo erg als alles tot trauma verheffen. Zeg het eerst. Trauma's bagatelliseren is net zo erg als alles tot trauma's verheffen. Ja. Dus waarom ik er soms een beetje gallisch van word, is dat zo'n beetje tegenwoordig alles wat een beetje lastig is, tot trauma of aandoening wordt verheven. Iedereen maakt shit mee. Ja.
En ja, er zijn ernstige trauma's en daar is traumaverwerking voor. Niet zat zijn. Nee. Dus dingen doorvoelen en zo, allemaal prima, daarom heb ik het er ook over. En dat heeft zijn plek. Op een gegeven moment kunnen we ook verder. Maar het kan ook omgekeerd dat we een tijd lang leven en ineens beginnen we een aantal dingen in te zien. Nou, als we dan wat geleerd hebben in de tussentijd, bijvoorbeeld hier, kunnen we dat, als we een beetje mazzel hebben en het op de juiste manier toepassen of zien, het vrij snel processen. Ja, dat is aan de hand. Ja, dat is hartstikke goed. Ja, want ik zie toch dat hier een soort basis ligt, of inzichten liggen, die maken dat ik dat vrij snel kan herkennen en verwerken. Right, zonder dat je het hoeft te omarmen. Dat is een hele beweging, hè? Je moet het omarmen, dat betekent vasthouden, koesteren, ja. Koester je ellende, contact maken, en het aankijken en luisteren wat het nodig heeft, zodat het eruit kan, ja. Dat wel, omarmen, kleffe hap, dat is goed bedoeld, maar net doorgeschoten. En dat er gebeurt natuurlijk vaak, want de andere benadering is over het algemeen ontkennen en onderdrukken. Dus dan gaan we een liefdevolle verzinnen en dan schieten we net door en dan, ik heb mijn trauma. Fucking hell. Dank jou wel. Een van mijn favoriete onderwerpen. Gisteravond wil ik in slaap met een leegte opzoeken in mijn hoofd. Ik dacht, ik moet nog opschrijven, maar het is alles slaap. Dus ik ben vanochtend wakker en iedereen ziet me in huis. Ik heb zoiets van, blijf slapen, ik kan niemand zien. Dus ik ging lekker lezen zitten. En tot mijn verrassing kwam leegte. En toen dacht ik, ik had angst voor de leegte. Ja, ik realiseerde me toen van, ik ervoer het, maar dat komt gewoon op in het zijn. Dus er was eigenlijk niks engs meer aan. Right. En toen dacht ik, maar ik was ook bang voor eenzaamheid en alleen en in de steek gelaten, maar dat was er helemaal niet. Dus ik merkte dat eigenlijk vanzelf ontstond, zeg maar zoals hier, dan is het makkelijk om in de natuurlijke staat te zijn. En het ontstond gewoon vanzelf. En waar je het gisteren over had, zo van, het is maar een millimeter ernaast. Dat gaat gebeuren. Ja, dus dan hoeft er niks meer. En toen kwam ik hier binnen en toen dacht ik, ik moet wel vertellen. En toen zenuwachtig werd, onzin, kom op zeg, wat gaaf. Het is denk ik ook een soort van vertrouwen ontwikkelen van dat het er wel komt en gaat. Of dat het niet meteen helemaal meer weg is. Als het, Het is heel stil en heel blij en heel krachtig tegelijk. Yes. Cool. Ik kan heel wel even staan, maar ik weet niet of ik het anders wil. Vast niet. En al die probleempjes die ik normaal heb van, zoeken naar vervulling en dan even naar binnen stoppen. Of zoeken naar contacten en dan merken dat iemand eraf duwt. Of zoeken bij de ander en dan merken van, diegene bij zich. Of niet krijgen wat ik zoek. Dus eigenlijk zo van, het is gewoon hier. Ja. En dat drong zo diep door. Ja.
En dan is er niks meer. Is het helemaal vol, zeg maar. In plaats van leeg is het helemaal vol. Ja. Vandaar dus, als wij onszelf niet kennen, zal ik maar zeggen, dat we de hele tijd de boel moeten volproppen met al die contacten. Maar als die compleetheid er is, waarom zou je dat dan de hele tijd, als ik vervelend wil zijn, laten verstoren door het gouden hoor van anderen? En het gemanipuleren en getrek en gefrut, want ze hebben zelden iets te melden wat toffer is dan die compleetheid. Het is meestal, ze moeten ergens goedkeuring voor hebben, of ze willen je ergens in meetrekken, of ze willen dat je iets beslist. Dat heb ik nooit als ik in mijn eentje ben. Want dan gebeur ik gewoon zoals ik gebeur en dat gaat vlekkeloos. Maar dan zullen we dit, zullen we dat, zullen we zo, zullen we zo. Als ik alleen ben, heb ik dat niet. Dus wat voegt dat eigenlijk toe, al die hooggeprezen anderen? Vanuit die compleetheid gezien, hè? Dus dan krijg je inderdaad van, oh, ik ben zo dol op mijn kinderen, maar dan komt die compleetheid en dan denk je inderdaad van, fucking hell, ik hoop dat ze tot 12 uur slapen. Please don't talk. Maar... Dat is ook echt dat je nooit zin heeft om te praten. Ik vond het nou wel lekker. Precies. En dat is dus een van de redenen, we doen er nou lacherig om, waarom er iets in ons ook zit, wat dus leegte vreest. Of wat zal er gebeuren als mijn angst voor eenzaamheid eruit valt? Hoe moet dat dan? Weet je wel, al dat soort dingetjes. Want alles ziet er ineens heel anders uit. En allerlei dingen die we leuk vonden, gewoon vonden, apprecieerden enzovoorts, kan ineens blijken dat we het niet nodig hebben. Sterker nog, het is bar irritant. Het brengt niks. Eerst dachten we van wel, nu niet meer. Fuck. Dan heb ik die hele postzegelverzameling aangelegd, ik vind er niks meer aan. En die lui van de vereniging ook niet. Ja, ga nou maar zitten. Met je compleet uit. Ja. Breek je nek over je eigen tasje. Dus, maar het is wel een mooi tasje. Ik wil toch even verbondenheid hebben. Oh, fijn. Krijg je een angst over verbondenheid omdat je ervan uitgaat dat we verbonden zijn? Nou, vanuit bewustzijn gezien of vanuit ontwaakt perspectief is er geen afgescheidenheid. Dus vanuit dat level slaat verbondenheid nergens op. Op een normaal psychologisch-sociologisch level is het thema waar iedereen constant tegenaan loopt, wat ik er straks zei. Het spanningsveld van autonomie en verbondenheid. Dus hoeveel eigenheid, zou je kunnen zeggen, wil ik prijsgeven voor de connectie met anderen? Of andersom, van hoeveel durf ik op mezelf te staan, te confronteren dat ik het idee of het gevoel eigenlijk dat ik anderen nodig heb, want we hebben anderen nodig. Ja. En dus dat geeft een spanningsveld tussen het ik en de ander, of het ik en het men, zou je kunnen zeggen. Nou, op een normaal psychologisch, sociologisch niveau is daar een cruciaal spanningsveld. Iedereen loopt daar tegenaan. Al het gedoe in je familie, op je werk enzovoort, heeft daarmee te maken. Hoe hou ik vast aan hoe ik het zie? En hoeveel ruimte bied ik voor de anderen? Of kan ik meebewegen met de anderen? Vandaar dat je mij vaker hebt horen uitdrukken van, ik leef graag voor mezelf, maar het is niet tegen de anderen. Ja. Dus die kloppendheid waar ik het over heb, een van de
schuifregelaars van de kloppendheid is dus het spanningsveld tussen autonomie en verbondenheid. Hoe kan ik mijn eigen sfeer bewaren zonder me te isoleren? Want als we helemaal op het spoor van autonomie gaan, dan isoleren we ons totaal en dan krijg je een eenzaam, afgesloten mens. That's not good. Aan de andere kant, eentje die totaal zich laat vangen door de verbondenheidsding, die raakt totaal zichzelf kwijt. Die is gewoon niemand meer en dan niet op de advaitische manier, maar het is gewoon een willoze slappeling die de hele tijd doet wat anderen roepen. Dus die twee uitersten, die zijn niet oké. En iedereen die moet uitvogelen voor zichzelf waar zijn schuifje op 30, 40, 50, 60% hoort te zitten. Want er is geen het moet zo. Je moet uitvogelen, dat is een van die opdrachten die we aan onszelf kunnen geven. Waar moet dat bij mij zitten? Ik kan voelen dat ik me te veel de oren laat hangen naar de anderen. Of dat ik veel te veel geïsoleerd ben en alleen maar mezelf apprecieer. We kunnen voelen waar dat niet helemaal goed zit. Nou, zo heb je ook van die spanningsvelden als tussen bijvoorbeeld veiligheid en vrijheid. Als we totale veiligheid creëren, dan is het een gevangenis. Als we totale vrijheid nemen, dan is het chaos, want dan gaat iedereen maar doen wat hem voor de kop komt. That's really bad. Dus ook daar moet er gekeken worden, per onderwerp, maar ook in zijn algemeenheid, hoeveel vrijheid heb ik nodig en hoeveel bescherming heb ik nodig. Het zijn allemaal van die dingen, maar vanuit het wakkere perspectief gaan die dingen gewoon vrij snel automatisch zich afregelen. Er is geen ik meer die dat hoeft te proberen. Maar voor normale mensen zijn dit de thema's, of ze dat nou beseffen of niet, waar het eigenlijk de hele tijd over gaat. In de politiek idem dito trouwens, het spanningsveld vrijheid, veiligheid. Als je het te veilig maakt, krijg je een controle surveillance maatschappij, which is horror. Als er niks geregeld wordt en geen enkele veiligheid is, krijg je anarchie en dan nemen de warlords het over. And that's really bad. Ja, dus dan schrijf je een proces, hè, waar dat invalt, verbondenheid. Mm-hmm. En dat is wat anders dan dat we gaan zeggen, het gaat om vrijheid en het gaat om verbondenheid. Nou, wat er meestal mis is met als mensen zo beginnen van... De verbondenheid is zo belangrijk, dan lichten ze dus één ding uit een hele reeks aan spanningsvelden. En dan doen ze net alsof dat het belangrijkste is. Nee, het is maar één component. En het is een dualistische component. Dus ik vind het vooral bizar als mensen die beweren met Advaita bezig te zijn of andere directe wegen die de dualiteit ontstijgen. Dus mensen die pretenderen een non-dualistisch interesse te hebben, dat ze met dat soort dingen aankomen. Want dualistischer dan verbondenheidsgeklets wordt het niet. En daarom zei ik al een keer van de oceaan als metafoor, die heeft geen compassie of voelt geen verbondenheid met zijn golven. Het is die golven. Wie gaat er nou compassie of verbondenheid voelen met zichzelf? Weet je, alsof er twee zijn. Daar is het nou net, er is geen twee. Dus van buiten afgezien kan er contact zijn tussen golfje dit of golf, hè, dus mensje dit of mensje dat, maar verbondenheid. Bovendien, al die dingen die zijn veranderlijk. We kunnen nu een enorm gevoel van samen hebben. Over 2 minuten is het weer weg. Dus er wordt ook veel te veel aan opgehangen. En dan denk ik ook nog, als ik nog door mag zeuren, van mensen die mekkeren over verbondenheid, die hebben zich blijkbaar een hele tijd danig geïsoleerd. Want anders praat je er niet over. Dus dan zit je eerst op het ene uiterste, ik voel me zo alleen, omdat je je zo hyper identificeert met je verzonnen ikje. En dan daarna valt dat een beetje weg en dan ga je zitten zeiken over verbondenheid. Fucking hell. En dan denken ze ook nog dat ze iets diepgaand spiritueel zeggen, weet je wel. Ze hebben geen idee hoe diep hun oppervlakkigheid is. Dat wou ik dan even kwijt. Dank je. Terug te komen op het
thema van gisteren. Het is grappig, ik was vanochtend dus verder aan het lezen. In de vrijheid van verlichting. En dat ging dus over keuzes. Heb je wel keuzes, heb je geen keuzes? En in dit hoofdstuk, een kleine handreiking. Daar beschrijf je een beetje hoe je van, zeg maar, je lichaam voelen, hoe je steeds ruimer kan voelen. En in het laatste deeltje van dat stukje zeg je. Je kunt dus zeggen dat er twee toestanden zijn: openheid en afgescheidenheid. Is er openheid, dan is er vrijheid en geluk. Is er afgescheidenheid, dan is er lijden en pijn. Wel nu, waar kies je voor? Elke keer als er zorgen zijn, afgescheidenheid. Steeds als er streven, willen is, afgescheidenheid. Wanneer er maar verkramping is, afgescheidenheid. Is er stilte, openheid. Wil je vreugde en sereniteit, open je voor openheid. Op deze wijze kun je een ingang vinden middels het gevoel. Maak openheid tot je thuis, onderzoek het. Vergelijk het met de toestand van afgescheidenheid en zie hoe makkelijk het is om vrij en gelukkig te zijn. Het is niet ingewikkeld. Elk moment is er de keuze tussen afscheiding en openheid, tussen lijden en geluk. De keuze is aan jou. Dan zeg je Harry om. Vind ik helemaal niks voor jou trouwens. Ja. Nog spirituele residuen van 25 jaar geleden. Ja, dus hè, dat is dan de keuze is aan jou. Ja, dus dan doen we net alsof er een keuze is, maar het belangrijkste staat er eigenlijk voor. Als je heel goed voelt wat er gebeurt in de afgescheiden toestand en heel goed gaat voelen wat er in de open toestand gebeurt, dan gaat je voorkeur verschuiven. Dus ik zou dat nu zo niet meer uitdrukken, maar je kunt dingen op verschillende levels benaderen. Dus als we net doen alsof we kunnen kiezen, daarom zeg ik dat soort dingen ook wel eens, oké, als we doen alsof we kunnen kiezen, nou kies dan vrijheid. Weet je wel, maar het gaat veel meer om de helderheid hebben van oké, die open toestand, dan ben ik onbezorgd, ik ben open, ik voel die compleetheid. Misschien voel ik mezelf inderdaad gelukkig. Ik heb geen zorgen, er is geen frictie. Dat is het ene. De andere is, ik voel me verkrampt en geïsoleerd en in conflict en frictie en lijden. What do you want? Waar ga je dan op inzetten als dat tot je doordringt dat die toestand mogelijk is? Dan ga je vanzelf daarvoor kiezen in de zin van dat je totale systeem meer die route opgaat. Als dat niet helder is en als dat niet goed gevoeld en herkend wordt, dan is die optie er niet eens. Dus ik krijg pas die schijnbare keuze op het moment dat ik de feitelijke ervaring van openheid heb. Niet als ik het verhaaltje alleen hoor. Vandaar dat ik dit noem een gevoelsingang. Van je moet het voelen. Van, oh, zo kan ik ook zijn. Als mensen dat ervaren, spontaan of door het een of ander, dan pas ontstaat de mogelijkheid om te kijken hoe kan ik dat vaker laten plaatsvinden, hoe kan ik me daar op richten, hoe kan ik dingen uit de weg ruimen die me in de verkramping houden. Zijn dat dan onderzoeksvragen? Nou ja, dat is wat er dan gebeurt, dat proces. Als je een paar keer ineens meemaakt van je zit diep in de stress en ineens valt het allemaal weg en je voelt je open en helder en senang met alles, dan krijg je zoiets van fuck, zo kan ik ook zijn. Terwijl de feitelijke situatie is niet veranderd, de wereld is niet ineens anders. I am! Dus dat is een menselijke mogelijkheid, dat is wat we ontdekken dan. Dan gaan we vervolgens ons ervoor inzetten, in het begin waarschijnlijk niet handig, van dan willen we het vasthouden of te pakken krijgen. Nou goed, dat is net te grof. Maar we gaan in ieder geval wel onderzoeken, hoe kom ik, als dat gaat, van afgescheidenheid naar openheid. Of als openheid er is, hoe kan ik daar leren wonen? Om het zo maar te zeggen. Daar is die schijnbare keus. Ja, dat is mooi, want ik denk iets te zien dat gisteren had ik mijn partner aan de telefoon. En toen had ik het gevoel dat er een soort van oud riedeltje gaande was bij hem. En ik dacht te zien, misschien is dat arrogant, maar ik dacht echt wel met alle helderheid te hebben van oké, dit hebben we al heel vaak gehoord. Oké, dat is duidelijk. Dus toen hield ik gewoon alleen maar mijn mond. En dat voelde eigenlijk voor mij veel fijner. Ja, sure. Dat ik dacht van oké,
En soms zitten er misschien... Maar het leuke hierbij is, we kunnen dat dus een keus noemen vanuit een ander perspectief. Bij normale perspectief is het geen keus, maar een gevolg van herkenning en helderheid. Ja. Ik zie dat de ander op x moment niet ontstaat, dus noem ik dan om mijn brief te ontvangen. Dan moet ik hem gewoon bij me houden en wachten tot het moment al wel is. Het is niet de fout van die ander. Nee. De brievenbus is dicht. Ja. Wat sta ik daar überhaupt? Ja, nou nee, ik zag eigenlijk eerder dat het, als er zoiets is als fout, zo van, of een leermoment eigenlijk, van, maar het heeft gewoon geen enkele zin. En dan creëer je daar schoon. Voilà. Dus inzicht bepaalt hier wat er gebeurt en niet iemand die een keuze maakt. Ja. Ik zie dat het nu geen zin heeft, dus gebeurt het niet. En op een ander moment heeft het wel zin of zit er een kans in, nou dan gebeurt het wel. Of op weer een ander moment wil ik graag mijn zin doordrijven en dan doe ik het toch. Weet je wel, which is stupid. Maar dan is die sfeer degene die als het ware de bepalende factor is. Dus als we een beetje uitzoomen kunnen we zien van waaruit die zogenaamde beslissingen feitelijk gewoon spontaan plaatsvinden op basis van de ene kant de mate van inzicht en helderheid en de andere kant de stemming. Want als iemand zin heeft om ruzie te maken, wat mensen gewoon soms hebben, ze weten dat het geen doel heeft, maar ze hebben er gewoon zin in, dan gaat dat gebeuren. Dan is dat de overheersende kracht in het totale systeem. En niet een iemand die dat beslist, maar een laag van onze multilayered being die zegt, ja, dat is allemaal mooi, die vrijheid en waarheid, maar ik heb nu zin in conflict. En dan zeggen die andere modules van, ja, maar dat is niet liefdevol of advaitisch verantwoord. Fuck it, we gaan nu vechten. Want dat is ook mooi. Wat ook zo is. Ja, dus dat laat je meteen ook zien waar de oordelen zitten. Want normaal zou ik denken van, nou, dat is helemaal niet mooi, want vechten is gedoe. Zeker. Maar dat wordt dus gevonden als een andere module of modus het over heeft genomen. Op het ruziemoment vinden we het fantastisch. En dan weten we 5 seconden voordat we die baksteen gaan gooien, die rotopmerking plaatsen. We weten dat we het gaan doen en we hebben al voorpret. Van hier ga ik het mes inbrengen en de andere module roept, ja weet je, en dan doen we daarna, zeggen we gewoon sorry. Het is net als in een rechtszaal, weet je wel, dan roept zo'n advocaat iets en dan, nee, dat mag niet, schrap het uit het verslag. Maar de jury heeft het wel gehoord, hè. Van deze opmerking telt niet, nee, maar hij is wel geplaatst. Want wij zijn ook klootzakken. Ja, oké, okay, die herken ik wel. Nee, 5 seconden. 5 seconden. Nee, meestal dat ik juist iets niet zeg, en dan wordt het toch gezegd. Ja, dan als je iets meer inzoomt, zeg maar, op die laag die dat wel wil zeggen, die zit al klaar hoor. Die vindt het fantastisch. I'm gonna hurt you now. Want wij denken graag, daarom zeg ik dit, dat we zo goed en aardig zijn en altijd voor het goede gaan. No, we're not. We zijn gewoon soms kleine demoontjes. Vanmorgen stond ik op de gras trainen. En toen was mijn gedachte ging alle kanten op. En toen was het oefenen met op de compleetheid te richten. En in één keer was alles stil. Maar wat ik lastig vind, is als het lichamelijk wordt. Dus als bijvoorbeeld in mijn buik en iets alles gaat trillen. Dan lukt het me niet, nog niet om op die compleetheid te richten. Dat vind ik lastiger. Kan je daar wat over vertellen? Of Blijkbaar vind je dat lastig. Ja. Ik bedoel, van sommige mensen die kunnen het makkelijk als het gaat over gedachten, anderen als het gevoelsmatige dingen zijn, anderen weer bij fysieke dingen kan het makkelijker en bij anderen is dat weer lastiger. Het is oké. Ik zou niet zeggen, het is te hopen dat er wat meer lichamelijke dingen gaan spelen zodat je kan oefenen, maar maak er gebruik van gewoon. Dus figure it out. Nee, maar als ik bijvoorbeeld, vaak als ik in bed lig, dan komt er een gedachte heel snel en dan wordt het eigenlijk gelijk, gaat het zeg maar bijvoorbeeld in mijn buik en dan ga ik
krijg ik een soort van trilling en dan is dit stuk verbonden en dan is het voor mij heel lastig om daar zeg maar uit te komen. Het eruit komen op dat moment, zo voelt het, is iets te veel vanuit ik wil van dat verschijnsel af. Ja. Dus we kunnen aandacht schenken aan bewustzijn of de compleetheid vanuit interesse of ik zou bijna zeggen liefde voor de compleetheid of om ergens vanaf te komen. En dat zijn twee verschillende dingen. Mm-hmm. Dus het leuke is dat er ook de optie is, er zijn verschijnselen en ik richt mijn aandacht ook op de compleetheid, waardoor ik in ieder geval kan voelen dat de compleetheid er is terwijl er lichamelijk ongemak is. Dus dat ik de sfeer die ik noem gelijktijdigheid ontdek. Want ik kan nu zowel de compleetheid voelen met jou praten en merken dat mijn been zeer doet, maar niks zit elkaar in de weg. En ik heb ook helemaal niet het idee per se dat de pijn weg moet. Want het meest interessante namelijk is dat die compleetheid zich er geen rak van aantrekt. Dus het laat zich niet gebruiken om ergens vanaf te komen. Het is veel beter om in te zien dat zelfs terwijl er ongemak is, kan ik dat nog ervaren. Waardoor ik gaandeweg meer los begin te komen van de terreur van het lichaam. Die gewoon standaard, en dat is logisch, want we zijn ook het lichaam, enorm de aandacht trekt, vooral als er het idee is of het gevoel is dat er iets mis is. Want pijn en ongemakssignalen zijn normaliter in de natuurlijke toestand, zou ik maar zeggen, van ons als dieren, een signaal van even opletten, er is iets aan de hand. Het is een dashboardlampje. Nou, als we iets te veel geïdentificeerd zijn met het lichaam, gaan we ons iets te druk maken over die dashboardlampjes. Ja, bij de gedachten begint het nu al wat spelen, daar ben ik al de hele tijd mee bezig. Maar wat jij vrijdag zei, daar ben ik dus nu een beetje mee aan het oefenen. Goed. Ineens waren die gedachten van, rust. Ja, dat is great. Dus dat kan optreden. Maar het hoeft niet per se het doel te zijn. Nee, want dan wil ik weer een resultaat zien. Ja, want het is namelijk dus ook leuk om op te merken dat ik mijn aandacht kan schenken aan bewustzijn en de gedachten gaan door, maar ik heb er geen last meer van. Weet je wel, dus daar is ook een modus die er is. Dus dan komen ze nog wel. Ze bewegen wat rustiger en er is minder bezorgdheid, omdat er ook vaak emotioneel iets kalmeert op het moment dat we de aandacht aan compleetheid schenken. Maar de verschijnselen, emoties, gedachten en dus fysieke sensaties hoeven niet per se weg. Ik kan leren, als ze dus gewoon doorgaan, terwijl ik wel die compleetheid ervaar, dat ze niet de baas zijn over mij. En dat die compleetheid onaangetast blijft door wat er speelt in dat ding. Dat is misschien nog een belangrijker iets dan dat het ineens, en dat kan her en der optreden, totaal stilvalt of totaal verdwijnt. Dat is leuk, maar dat zal niet de hele tijd zijn. Nee, dat begrijp ik. Nee, maar gisteren was ik ook daarmee aan het oefenen tijdens de satsang. En toen ontstond er een heftig iets, een heftige emotie. En toen was ik, ja, wat vind ik bewustzijn ervan? En in één keer een ervaring dat het verdween. Dus ja, cool. Ja, dat is tof. Ja. Yes. Nou, soms gebeurt dat dus. Ja. En soms is het meer van, oh ja, die twee die zijn er tegelijk. Dat is er. En onrust. Oké. Okay. Nee, ik ben blij dat ik nu de ruimte heb om mee te spelen. Dat sure. Wat ik eerst niet eerst gebeurde, hier te veel, dat er nog niet was. En dat begint nu. Ja, ja. Ik merk dat ik rustiger word en ik daar meer ruimte voor heb. Yes, great. Dus zie ook iedere keer van als er dus iets optreedt, het als een gelegenheid om ermee te kunnen spelen. Niet als een probleem wat opgelost moet worden. Ja. Ja, dat is een andere benadering. Ja. Dat is het spel, en anders is het yes. Weg moeten en yes, exact. Te klein. Ja. Plus van dan gaat die ik ermee vandoor van ik wil mijn zin hebben. Het moet nu weg, ik wil dat het weg is. Het ging niet om die ik, het ging om het spel. Mm-hmm. En de groei en de vooruitgang. Ja.
Cool. Pauze.